Welkom bij een nieuwe zomerse aflevering van Willems Keuze. We gaan het vandaag hebben over reggae. Meer bepaald over een groep uit Amerika, uit New York, gevestigd bij het Easy Star Records label. En al die muzikanten die voor dat label werken, die hebben een soort studioformatie opgericht. En die heet Easy Star All Stars. Die hebben een rare hobby. Die coveren hele albums van klassiekers als Thriller van Michael Jackson, zoals ze dat nu recentelijk deden. Dat deden ze al eerder met andere platen en daar gaan we het zo over hebben. Dit is wat je hoort, een dubversie van Close to Midnight, oftewel een dubversie dus van Thriller, de titelsong van de plaat. Het staat als extra bonus track op die Thriller. Dit is het origineel, een van de meest verkochte platen aller tijden. Maar ze deden het al eerder zoals ik al zei. Want die Easy Star All Stars die maakte al eens een keer Radio Dread. Dan kofferden ze dus OK Computer van Radiohead. En ze kofferden ook al eens Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band van de Beatles. En deze plaat, Dark Side of the Moon van Pink Floyd. Nou, dan heet de plaat, hoe kan het ook anders, Dub Side of the Moon door de Easy Star All Stars. En daar gaan we een stukje vandaan. Us and Them van Dark Side of the Moon van Pink Floyd, maar dan gezongen door gastzanger Frankie Paul. De band bestaat dus al geruime tijd uit gerenommeerde studiomuzikanten dus, maar altijd wel met hele goede gastzangers. Want op die plaat van Michael Jackson, daar zingen bijvoorbeeld Mojo Morgan een nummer, dat is de zanger van Morgan Heritage. Er zijn mensen van Steel Pulse bij aanwezig. Michael Rose die zingt Beat It en Michael Rose is de zanger van Black Uhuru. En we gaan tot slot luisteren naar Luciano die zich waagt aan een versie van Billie Jean. Tot slot van deze aflevering dus een stukje nog van Thriller door de Easy Star All Stars, gezongen door Luciano. Said I